Ik heb de president zo net gezegd, excellentie. Er zijn weer, de mensen zijn er weer en er was een ultimatum. Zo net voordat we tot de heren gingen om het gebed te vragen. En dat moet je in geest en waarheid doen. Je mag daar niet liegen. Dus vandaar dat ik hem heb gezegd. En hij heeft me gelijk gezegd, Harold, pastor, ga, praat tot de mensen. En er is nog een werkgroep, een vervolg van mensen met beperking, die nu de resolutie zijn al klaar en die moet geïnstalleerd worden. Met dit keer actoren uit het veld. En waarom is de president zelf gekomen? Hij moet dringend naar de assemblée, ze wachten iets op hem. En heeft mij verzocht, ga pastor. Maar dit is ook dringend. Ja. Nogmaals, verontschuldigingen dat hij niet hier is. Maar ik zal het onder zijn aandacht brengen dat inderdaad, ik ben geen president. Hij is president. Nee. Maar meneer Vulten, begrijpt u wel dat de mensen geen geloof hebben? Omdat anderhalf jaar is in december 2022. Dus er is een jaar voorbij. Ik zou even doorgaan. Laat me u zeggen. We zullen samen met... ik zal in conclave blijven met meneer Kunt Bihari. En anderen. Dat dit echt de laatste keer is. Dat u... hier gaat staan. Zelf moet ik zeggen dat ik absoluut geen vertrouwen heb in de woorden. Sorry. We hebben, meneer Pulto, u weet het zelf gezegd, de presidentiële werkgroep heeft actiepunten. Die actiepunten liggen meer dan een jaar op uw kabinet daar van de president. Wat heeft de president gedaan? U bent geestelijk adviseur. U heeft zelf gezegd dat u wil opkomen voor die doelgroep. Waarom zijn die actiepunten in die afgelopen of meer dan een jaar niet uitgevoerd? 8 december 2022 hebben wij ook een petitie overhandigd. De directeur van de president heeft gezegd hij zou het voorleggen aan de president. U heeft me toch uitgenodigd voor een etentje, die dag. U heeft toch gezegd, laten we praten over in een gemoedelijke sfeer. En ik heb u toch gezegd, we hebben geen eten gevraagd. We hebben gevraagd om de problemen op te lossen. Dat hebben we gevraagd. En u heeft me toch uitgenodigd, we zijn gekomen. Hebben we gesproken over de problemen? Nee, want utak zou takang houden. Over een koopkrachtversterking presentatie. Dat was niet de afspraak. Dat was absoluut niet de afspraak, meneer Pulto. Laten we eerlijk met elkaar zijn. En waarom zou ik nu, en waarom zouden de mensen nu, u moeten geloven? We geloven het niet. De president moet komen, precies hoe die president tijd heeft om het toilet te gaan openen. Precies hoe de president tijd heeft om andere dingen te gaan doen. Een waterpark. Als een waterpark belangrijk is voor de president om te gaan openen, is die doelgroep dan niet belangrijk? Wij zijn helemaal niet belangrijk misschien. Is de doelgroep dan niet belangrijk? Dan wel naar andere plaatsen gaan, maar tijd maken voor die doelgroep, daarvoor hebben jullie geen tijd. Dan plotseling heeft de president, dus de DNA kan niet wat even wachten. Ik kan de DNA even niet wachten. Dus. Hij staat naast u, kan hij gelijk reageren. Ik bedoel, we gaan dit niet accepteren, sorry. We gaan dit niet accepteren. De president moet met concrete dingen komen.